Oké. Het is echt bizar veel weer. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een Shein shoplog weer voor jullie. Ja, de Shein shoplogs worden bij mij gewoon heel erg goed ontvangen. Dus daar ben ik echt mega blij mee. En ik had weer een paar keer de aanvraag gekregen of ik weer een Shein shoplog wilde doen. Dus bij deze. Ik heb geprobeerd om herfst items een beetje uit te zoeken. Dus het wordt een herfst shoplog. En ik heb alvast een kortingscode voor jullie. Ik heb het trouwens zelf besteld. Ik heb het dit keer niet opgestuurd gekregen. Maar de kortingscode van de vorige keer en zo geldt gewoon nog steeds. Namelijk Floor Delven voor 15% korting. Ik zal alles in de beschrijving zetten met de linkjes en de code. En dan zou ik zeggen, laten we snel beginnen. Goed, ik heb er heel veel zin in. Ik heb het al 2 weken hier zo liggen. Zonder dat ik het heb opengemaakt, want ik had nog geen tijd om dit te filmen. Nou is het eindelijk de tijd. Dus ik weet niet meer zo goed wat ik allemaal heb besteld. Het was trouwens binnen een week aangekomen, dus mega snel. Terwijl het niet eens een samenwerking was. Want de vorige keer kreeg ik een paar opmerkingen van... ik heb ook wat bij Shein besteld, maar bij mij duurt het echt 2 maanden. Komt vast zeker omdat je samenwerking hebt, dat je hem zo snel hebt gekregen. Maar dit keer heb ik geen samenwerking met ze en heb ik het gewoon zelf besteld. En het is binnen een week aangekomen, dus ik heb geen idee. Ik heb op zichzelf wel positieve ervaring mee. Dus ja, geen idee dan. Maar laten we snel beginnen. Oké. Het is echt bizar veel weer. Goed, en dat is eventjes kijken. Oh, heel erg leuk, ja. Sowieso dit kleurtje vind ik al echt heel erg leuk. Maar ik heb dit topje gekozen omdat ik eigenlijk nog niet een gekleurd lange mouwtopje heb. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus deze. En hij voelt echt mega lekker aan. Maar wat ik zo leuk vind is dat hij dus hier zo... ja, gestrikt is en opgetrokken. Dus dat vind ik heel erg leuk. Verder is die wel een beetje cropped volgens mij. Hij is niet heel lang, maar dat vind ik op zich niet zo erg. En verder gewoon lange mouwen die aansluitend zijn. Ik hoop dat hij dus niet doorschijnt, maar volgens mij niet. Dus dit superleuke topje. En dit vind ik heel erg leuk met een wat grijzige of donkere mom jeans of zo. En dan leuke laarsjes of gimpen eronder. Dus ja, ik vind dit echt een heel mooi kleurtje. Heel erg leuk topje. Welke maat heb ik deze? Ik heb hem in een maatje S. Wow, ik zit even te kijken naar de prijzen. Maar ik heb hem in een maatje S en hij is nog maar 5 euro. Hij is in een sale. Ja, en met mijn code erbij gaat er ook nog eens korting af. Dus heel goedkoop. 5 euro voor dit superleuke topje. Nou, dan is dit de eerste item die ik pas. Hij past echt perfect. Hij schijnt dus totaal niet door. Je ziet alleen een randje hier van je BH, maar dat komt gewoon door de BH die ik aan heb. Maar ik vind deze echt heel erg mooi. Hij rekt heel erg lekker mee en verder zit hij gewoon perfect. Ik vind het echt een super chill topje. Vooral leuk met een boyfriend jeans. Dan iets wits. Geen idee meer. Het is wel leuk eigenlijk om te zien wat ik een maand denk ik terug... al heb besteld. Oh ja, dit is eigenlijk ook weer een heel basic soortgelijk shirtje. Maar dan in het wit. En ook weer lange mouwen. Gewoon aansluitend zijn die mouwen. Maar ja, ik wilde weer wat lange mouwen shirtjes. Gewoon basic lange mouwen shirtjes. Maar dan dat ze toch iets van een detail hebben waardoor ze niet zo basic zijn. Nou, deze heeft dus aan de zijkant hier aan de onderkant weer dat geplooide. Dat dat opgetrokken kan worden. Met van die strikjes. Dus dan wordt die weer wat korter. Dus ook deze vind ik gewoon heel erg leuk. En deze is ook leuk met een blauwe boyfriend jeans of mom jeans. Deze heb ik in een maatje S, 36. En die kost 8,33 euro. Dat is niet heel duur. En ik hoop dat hij trouwens ook niet doorschijnt. Maar als ik zo doe, schijnt het niet door. Dus ja, ik ben benieuwd. Dan dit witte shirtje en ik vind hem heel erg leuk. Maar ik moet nog even kijken hoe ik het leukst vind qua dragen. Sowieso met een leuke spijkerbroek of zo hoor. Maar... ja, hij is heel erg lang, dus ik denk dat ik er wel wat van ga afknippen. En als je hem in een strikje doet, is hij alsnog heel erg lang. Dus ja, met een boyfriend jeans ziet het sowieso wel anders uit dan met dit korte leren broekje. Maar hij schijnt trouwens niet door, dus dat is echt heel erg fijn. Maar ik denk dus dat ik er een stuk van af ga knippen. Oeh, ja. Leuk. Oeh, hij is wel donkerder dan ik had verwacht. Dat vind ik een beetje jammer. Ik dacht dat hij echt lila was. Ja, maar misschien vind ik het wel wat. Ik moet dat ook even aanzien. Het is namelijk dit cardigan vestje. En ik heb hem al echt in heel veel kleuren. Ik heb hem nu toevallig ook in van Naked aan. In beige. Maar ik heb hem ook in het wit van Chiquelle. En ja, ik heb al best wel veel. Dus nu ook een paarse.
hij voelt heel erg lekker zacht. Hij voelt ook niet dat hij kriebelt. Maar hij heeft een mooi ballonmouwtje. Aan de mouw sluit hij verder hier zo aan. En hij is wat gebreid. Vind ik ook leuk. Met mooie witte knoopjes. Dat is een keer wat anders. Normaal is het bruin of weet ik veel. Hetzelfde kleurtje, maar nu wit. Ik heb hem in een maatje S. En ja, ik vind dit gewoon super leuk. Ook hoe ik het nu zeg maar gewoon draag met een wit topje eronder of zo. En dan een beetje de knoopjes open. Voor in de herfst is dit gewoon super leuk. Dus die. Ik vind alleen de kleur wel heel erg heftig paars. Ik had dus verwacht dat hij echt lila was. Op de foto lijkt hij ook wat meer lila, vind ik. Maar goed, komt misschien ook wel omdat het helemaal een witte foto is. En dan geen idee of hij is wat bewerkt. Maar hij is paarser dan ik had verwacht. En ik weet niet of ik dat leuker vind. Maar ja, ik moet het even aanzien. Deze is 15 euro en die heb ik dus in een maatje S. Ik zat net weer te kijken naar deze. Dacht ik, nee, ik vind hem toch te fel. Maar als ik dan iets zwarts eronder aan heb, dan vind ik het op zich wel leuk. Ik moet een beetje wennen aan deze kleur. Want ik heb nog nooit echt iets in het fel paars of zo gehad. Het is niet heel fel, maar het is best wel donker. En ik had verwacht dat het lila was. Dus mixed feelings. Laat me weten wat jullie van dit vestje vinden. Maar op zich, als je weer zwart zo draagt. Dus deze. Maar hij zit in ieder geval heel erg lekker. En hij is lekker zacht. Hij mocht voor mij wel iets groter. Maar op zich prima. Dan heb ik een item wat eigenlijk niet heel herfstig is eigenlijk. Maar ja, ik zag deze en ik wilde deze gewoon hebben. Op zich kan die best in de herfst als het iets warmer is. Kijk dit mooie jurkje. Super mooi. Hij is namelijk een beetje gebroken wit. Wat ik echt super mooi vind. Een beetje beige gebroken wit. En hij heeft dus hele zacht lichtroze bloemetjes erop met groen. Ja, ik vind het echt super mooi. En een ballonmouwtje hier, een beetje een pof. En dan heeft hij hier een elastiekje met een ruffeltje aan de mouw. Verder is hij dus off the shoulder. Kun je hem zo dragen, maar volgens mij ook zo. En aan de achterkant zit de rits van de jurk. En verder komt hij dus tot boven je knieën. En heeft hij nog van die touwtjes die je allemaal kan strikken. Nou ja, je gaat het vast beter zien bij de aanbeelden. Maar ja, ik vind het een heel schattig jurkje. En misschien als het dus iets warm is zoals eigenlijk vandaag. Vandaag is het ook best wel warm. Dan is dit eigenlijk een perfect jurkje. Ik heb hem dus in een maatje S en hij is 18,34 euro. Nou, dan het jurkje. Maar het jurkje vind ik echt heel raar zitten. Dit is niet echt wat voor mij. Als eerst hier zit het randje. Dus zo zou die moeten. Maar dat zit hij niet. Lukt niet. Ten tweede, hij hoort zo over schouder kan. Want er zit hier zo'n bandje. Maar dan zit hij hier weer heel strak. Dus hij gaat dan weer zo. Maar dan vloept er gelijk alles zeg maar mee. En het is heel raar. Maar ik heb deze opgetrokken. Maar als ik dat bij deze doe, heb ik ook gedaan. Gaat hij heel raar zitten. Kun je dat zien? Dus hij zit ook heel scheef. Het is heel apart of zo. Best wel lang ook. En ik krijg hem dus ook niet helemaal goed dicht. Dus ja, hij is een beetje groot en lang. Maar tegelijkertijd ook hier weer een beetje krap. Dit. Oh my god. Deze vind ik heel leuk. Dit is een shirt. En ja, je zou vast denken een soort basic shirt. Wat is daar zo leuk aan? Maar ik vind de achterkant echt super leuk. Dit staat er namelijk op de achterkant. En dan in felgeel staat er een tekstje met Daisy. En dan van alles en nog wat. Maar ja, ik vind dit echt een heel chill shirtje. Hij is gewoon lekker groot. Ik hou echt van die hele grote shirtjes. Die lekker oversized vallen echt. Ik heb alleen maar oversized shirtjes eigenlijk. Dus ja, dit is gewoon perfect. En die is nog maar 8,33 euro. Tof it. Even voor jullie beeld. Kijk hoe lekker oversized dit shirtje is. En hoe mooi die fit ook is. Erg leuk. Ook leuk zo met een knoopje erin. En dan een leuke boyfriend jeans eronder. Maar de achterkant is natuurlijk helemaal geweldig. Dan heb ik hier een item die ik heel erg leuk vind met mijn zwarte Alex The Label trui. Namelijk dit rokje. Hij ziet er best wel breed uit, maar misschien dat dat aan wel anders is. Maar kijk nou hoe leuk dit rokje is. Voor in de herfst met een panty eronder, leuke laarsjes eronder en dan een dikke hoodie of sweater erboven. Een beetje een A-lijnrokje. En hij is de zandkleur met zwart en een beetje gebroken wit van die strepen. Dus ja, echt super tof. Ja, dit vind ik echt zo'n beetje zo'n high school rokje. Ik vind hem echt heel erg leuk met een leuke hoodie of
sweater erboven. Dus dit rokje, die kon niet ontbreken, want zoiets heb ik nog totaal niet in mijn kast. Die heb ik in een maatje 36 en kost, even kijken, 9,17 euro. Dan heb ik iets besteld die Esme Geel ook heeft besteld in haar Shein shoplog. En het stond daar zo mooi en ik dacht echt, oh, wat kleurtje, ik wil deze ook. Dus ik heb hem ook besteld. Weer zo'n cardigan vestje, maar dan in het lichtblauw, echt heel erg mooi. Ik ga ze even naast elkaar houden. Ik moet zeggen, de lichtblauwe voelt qua kwaliteit dikker aan dan de paarse. Maar de paarse is weer wat zachter en wat lichter. Deze is wat zwaarder. Maar deze lichtblauwe heeft dus van die knoopjes wat ik eigenlijk leuker vind dan gewoon wit. Van die bruinige. En ja, gewoon een super chill cardigan vestje. Altijd leuk. En die kost 20,79 euro. En deze heb ik dus ook in een maatje S. Maar je ziet er best wel groot uit. Maar ik hou daar wel van. Het is alleen maar beter. Dan dit super leuke cardigan vestje dus. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Hij zit heel erg lekker. Deze schijnt ook niet door. Nou, ik heb nu alleen een BH aan. Maar ik zou dus lekker dit knoopje los doen. Leuk topje eronder. En dan over je schouder. Ja, ik vind deze echt heel erg leuk. En het kwaliteitje voelt gewoon super lekker aan. Echt lekker dik. En dan komen we alweer aan bij het laatste item. En dat is... Wat is dit ook alweer? Oh ja. Amazing. Oké, deze vind ik echt wel heel erg mooi. Dit is een blouseje. Een beetje zo'n linnen blouseje. Het voelt heel erg als linnen. Het is moeilijk laten zien, maar in de aanbeelden zie je het wel. Het is zo'n... heel erg groot oversized linnen blouseje. Het lijkt een beetje op die van de Zara. Echt mega leuk. En hij is dus beige. Met een paarsig stikseltje. Degene die hem op de Shein site aan had. Hoe zij het zeg maar droeg, het model. Vond ik zo mooi dat ik hem even moet laten zien. Kijk. Zo dus. En zo zie ik hem dus ook echt helemaal voor me. Mega mooi. Hij is 19 euro en ik heb hem in een maatje S. Hij valt echt super groot. Hou daar wel rekening mee, maar kwaliteit voelt oprecht super goed aan. Hier ben ik heel blij mee. Ik ben benieuwd hoe deze gaat staan. Dus dit was alweer het laatste item. Dan het blouseje. En dit zou ik absoluut niet zo dragen. Dus ik ga nog even spelen met hoe ik dit het leuk zo kan combineren. Maar ja, ik vind het ook wel weer heel vet om gewoon een zwarte leren broek. Gewoon een lange. En dan dus een beetje zo erin gepoft. Dus die. Maar het kwaliteitje voelt super fijn aan. En heel luxe vooral. Echt... heel mooi dat linnen. Dus ja, ik vind deze wel tof. Oké, ik had even een heel belangrijk telefoontje. Maar waar was ik? Ik was klaar. En jullie hebben de aanbeelden al kunnen zien. En ik ga het nu filmen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog als jij hem heel leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En laat zeker even leuke videosuggesties achter. Wat misschien met herfst en winter te maken heeft. Want er komt wat nieuws op mijn kanaal. Binnenkort daarover meer. Maar hou dat zeker in de gaten, want ik heb daar heel erg veel zin in. Trouwens, sorry voor mijn wenkbrauwen, maar ze zijn aan het vervellen. Ik heb dus powder brows. Mocht jij daar interesse in hebben, kijk even mijn weekvlog. Daarin heb ik dat helemaal laten doen. Maar goed, ze zijn dus nu een beetje aan het vervellen. Maar goed, dat was de video en ik zie jullie tot de volgende video. Doei!